Ik ben Jirre en in deze video leg ik jullie uit hoe de ritmische play-along van ZangExpress werkt. In de play-along hebben we drie symbolen. We hebben het rondje, het vierkantje en het driehoekje. En voor elk van deze symbolen kiezen we een geluid. Het rondje staat voor een bonsgeluid. Dat kan bijvoorbeeld een stamp zijn, maar ook een klap op de borst, een slag op een trommel, met je hand op een kartonnen doos, een lunchbox waar je op slaat. Het kan allemaal, als het maar bonst. Het vierkantje staat voor een schutgeluid. Dat kan een shaker zijn of een schutei, een pak hagelslag, een tamboerijn. Je kunt wrijven in je handen of rammelen met sleutels. Het is allemaal goed als het maar schudt. Het driehoekje staat voor een tikgeluid. Dat kan een vingerknip zijn, een klap in de handen, het kunnen ritmestokken zijn of bijvoorbeeld een triangel. Als het maar tikt. Kijk voor de grap eens rond in de klas of je voorwerpen ziet waarmee je ritmische geluiden kunt maken. En bedenk vervolgens of dat ze bij het rondje, het vierkantje of het driehoekje horen. Nu we alles weten over ritmische geluiden, kunnen we aan de slag met de play-along. Je ziet in de play-along drie balken. Eén balk voor het rondje, één balk voor het vierkantje en één balk voor het driehoekje. Klik op play, let op jouw balk en speel één keer als het witte balletje het streepje raakt. Je kunt eerst met de hele klas bijvoorbeeld het rondje spelen. Gaat dat goed, verdeel de klas dan in twee groepen. Eén groep volgt het rondje en één groep volgt het vierkantje. Gaat ook dat goed, verdeel de klas dan in drie groepen. Eén groep volgt het rondje, één groep volgt het vierkantje en één groep volgt het driehoekje. Heel erg veel plezier!